Ah, amigos, en welkom bij een nieuwe gamevideo op Aldus Games. En vandaag gaan we weer verder met The Last of Us, de laatste van het wereldje waar we nu in leven. Ik weet niet, ik zeg het steeds. Kunnen we op de bus klimmen? Oh my god, nou laten we op de bus klimmen. Jongens, ik hoop dat jullie allemaal weer zin hebben om The Last of Us weer te kijken. Doe alvast een duimpje omhoog voor The Last of Us, als je er zin in hebt. Dan kan ik zien dat jij er heel veel zin in hebt, of het leuk vindt, of I don't know. We'll get there. Ja, we moeten naar een brug, jongens. Als je de vorige video niet hebt gezien, dan weet je misschien niet wat het is. Oh, dit is echt een doolhof. Dit is echt heen en weer lopen steeds. Alsof we straks keihard weg moeten rennen of zo. En dan helemaal... You'll die before we starve. Oké, leuk voor je. Hartstikke leuk. Ik ga hier doorheen. Zo, there we go. Ik hoor jagers. Nee. Ja, me too. Just keep it down while we're going through this area. Nee, ik wil geen jager zien. Ik vind dat niet leuk. Oh, dat is wel nice. We lopen via de buitenkant. Oh nee, nu niet meer. Oh jawel, grapje. Caroline, kom hier. Nee. Ik neem André mee. Sorry, Caroline. Oh, dude, ze staan hier gewoon. Ik ga gewoon een steen gooien op zijn smoel. The hell was that? What is it? Ik ga mijn wapen pakken. Ik schiet ze zo hard zo, hè. There we go. In je ruggie. Hoppakee. Shit. Deze is leeg. Deze. Herlaat. Oh, jongens, ik schrok me dood van jou, jongens. Hey, ben je gek? Ben je mal? Ben jij helemaal van de pot gerukt? Nou. Jij zou nooit vrienden zijn met Beatrix. Nooit, vertel ik jullie, jongens. Oh, er zit er nog meer. Waar zit hij? Ik werd geschoten, maar ik zie hem. Oh god, er komen er nog meer. Ik ga hier naar binnen. Oh, ik zie ze er staan. Ik ga gewoon lekker langs. Like that. Ik ga hier gewoon lekker naar boven. Ik laat die mensen, die soldaten lekker staan. Like, I don't care. Oh, kijk. Hello. Hello, my friend. Good to see you. Oh, hij vindt het ook wel leuk. Jeetje, jongens. Oh, goed zo. Lekker gooien met Caroline. Op de vrijdagavond. Nee, wacht. Het is geen vrijdag. I don't care. Oh, jongens, laag zitten. Zo, ik pak, weet je wat ik ga doen? Ik ga even fancy doen. Oh nee, ik ga niet fancy doen, want ik word geschoten in mijn rug. Jeetje, jongens. Wat sta je bij de snackbar, dude? Oh my god. Ja, hun kunnen me nu ook schieten, volgens mij. Ik moet even die dude hebben. Die hier staat. Gast, laat me ook even winnen. Thank you. Oh god. Gasten, ben je gek? Vijanden pakken hun wapens zodra er ze horen dat er wordt gevochten. Oh, really? Oké, we zijn weer hier. We kunnen het ook stil doen. We kunnen ook hier gewoon helemaal doorheen lopen. Is dat niet een leuk idee? Oké, misschien is het wel heel handig dit. Hoe we het doen? We doen heel stil. Ik hoop dat Ellie niet te veel geluid maakt, want... Kijk, als ik geluid maak... Dan vinden ze het helemaal erg. Maar als Ellie geluid maakt, dan denk ik, nou, Ellie mag geluid maken hoor. Ellie mag doen wat ze wil. Oké, er ligt hier heel wat moois. Een lekkere chocoladereep. Kijk, dat bedoelde ik nou met snackbar. Oh, die dude die loopt ook opeens hierheen. Wat ben jij toch weer voor een stom persoon? Nu lopen ze zeker terug. Oh, dat was close. Ik doe zo gevaarlijk, denk ik. Ik doe heel gevaarlijk. Nu zit ik echt letterlijk in het gezicht, dus dit is ook niet slim. Guys. Oh, ik dacht dat er iemand bij de snackbar stond, maar het was de kassa die ik zag. Oh, daar staat hier ook gewoon een dude. Die staat letterlijk bij de plek waar we heen moeten nu. Kunnen we hier doorheen? Volledig steekwapen nodig. Shit. Oké, jongens, dit is echt wel een spannend moment. Ik voel me helemaal in mijn ritueel nu.
Eigenlijk doen wij het nooit zo stil. En dit is best wel spannend. Maar hallo, kijk hoe luxe hun het hier hebben. Verdomme, ze hebben ook een snackbar. Lijkt verdomme. Oh my god, die dude ziet me bijna. Maar die dude ziet me ook bijna. Ik moet me achter de snackbar gaan zitten, denk ik. Uh-oh, ik hoor zo'n dingetje. Alsof ze me hoorden. Maar nee. Hebben ze nog een lekkere snack? Gewoon even een frikandel of zo. Voor de mensen die in België wonen, hebben jullie ook frikandellen? Ik weet niet, waarom vraag ik dit? Ik heb letterlijk geen idee. Dit is even een rare vraag. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, dat is een frikandel. Dat is gewoon een... Ik ga er geen details aan geven, sorry. Nee. Maar hebben jullie dat? Hebben jullie ook snacks? Wat je ook in Nederland hebt, bijvoorbeeld kroket en frikandel en zo. Of hebben jullie gewoon de hotdog en de hamburger en de frietjes? En de pizza. I don't know. Jongens, waarom begin ik... kan iemand me uitleggen? Waarom ik verdomme met zoiets begin? Ik heb letterlijk geen idee. Maar waar in godsnaam moet ik heen? Want ik ben net naar boven gelopen. Dus ik neem aan dat we hier nu niet naar beneden moeten. Nou, we kunnen het even proberen. I don't care. Ja, hallo, dan kijken we gewoon even beneden. Ik zit er niet mee, hoor. Ik zit er echt niet mee. Ik vind het wel even leuk. Kijk, lekker warm bij een vuurtje zitten. Heel chill. Zit hier straks een dude lekker hier gewoon... Lekker tv te kijken of zo. I don't know. Holy frick. Frick. Ik sloeg met een fles, ik sloeg met Carolien. Ik ga wel Carolien gooien, hoppakee. Lekker, Ellie. Carolien heeft ons geholpen. Oké, ga hier achter zitten, want ik zag daar net ook een dude. Oké, pak mijn wapen. Zo, lekker hoor. Lekker even knallenballen. 3, 2, 1, knallenballen in je ruggie. Maar straks komen al die dudes weer. Daar heb ik echt totaal geen zin in. Dit is best wel moeilijk, weet je. Hier zitten geen klikkers, maar hier zitten wel heel veel jagers. Oh god, ik hoor ze. Oké, maar ik denk dat dit wel even een goede plek is. Oh nee, dit is geen goede plek. Oké, kom maar. Hij is leeg. Hij laat niet. Dude. Daarnet had hij nog laten zien dat hij nog 10 kogels had of zo. Laat, verdomme. Oké, kom maar. Gasten. Jongens, wat moet je nou mee? Je vijanden zoeken helaas. Nou jongens, wat je net hebt gezien, dat was een vorige keer een opname. En nu heb ik er wel wat anders aan. Het licht ziet er heel anders uit. En dit is een hele andere dag dat ik dit opneem. Vorige keer was ik geraged. Geraged. Ik had het eventjes gezien met het spel. Want ik had toen... doet er even niet toe. Maakt ook helemaal niet meer uit. Dit stuk waar heel veel, maar dan ook heel veel mensen waren... Ja, leuk voor je. Even niet, Ellie. Er waren hier zoveel mensen en ik heb ze allemaal uitgeschakeld. Ik heb hier, denk ik, 20 minuten over gedaan. Wat zit je nou te mekkeren, joh? Oké, maar ik heb hier zo lang over gedaan, dus ik dacht van, ik doe het eventjes off-cam. Dan hoeven jullie dat niet allemaal te zien, zodat ik zit om te struggelen en alles. Maar nu kunnen we lekker verder met ons avontuur, jongens. Dus dat is helemaal mooi. Anders zie je me de hele tijd doodgaan en helemaal gek worden. Ik ben helemaal gek, hè? Oké. Jongens, er hangt een like daar. Wie is er nou zo gek genoeg? Jij. Jij, Ellie. Jij bent zo gek als een deur. Grapje. Hey, high five, jongens. Oké. Jongens, we gaan even proosten. 3, 2, 1 en denk snel. Bam. Oké. Yummy, jongens. Delicious. Ik vind het leuk hoeveel mensen dat eigenlijk ook doen. Wat staat hier? Another 3 soldiers dead. What it's going to take? Give up. Nou, leuk voor je. Je zoekt het maar lekker uit. Degene die dat heeft geschreven. Nou, echt zo. Let's see where this leads us. Inderdaad, even kijken waar het naar ons toe lijkt. Trouwens. Nou helemaal niks. Oké, we moeten denk ik hier weer naar beneden. Yes. Oké. Watch yourself on these drops. Kijk uit hoor. Kijk uit. Ellie, kijk uit. Hoppakee, goed zo. Oh, je bedoelt hier naar beneden? Ja, dat is best wel hoog. Oké. Ik wilde wat zeggen, maar ik weet het even niet meer. Wat was het nou? Ik had ook trouwens heel weinig kogels. En ik heb zoveel mensen doodgeslagen. En hele hopen toen ze doodgingen dat ze wat ammo bij zich hadden. Maar dat was heel vaak niet, aan pas, zeg maar. Dat hadden ze niet heel vaak. Dus ik... Oh, nee. Nog meer guys, jongens.
more of them. Er zijn er meer. Nou, die schakelen dus lekker uit. Oké, daar zijn twee guys. Maar hey, voor heel eventjes nog. I don't think they saw us. Ze hebben ons niet gezien. Nou, gelukkig. There's our bridge. Inderdaad. We're a little closer. I think. Let's keep at it. Come on. Yes. Oké. Okay. Ja, we moeten naar de brug, jongens. We have to go to the bridge. Oh jee. Can't make that jump. Ze kan zeker weer niet zwemmen. Up there, I can move that plank. Oh wacht, wil ze die plank bewegen? Wacht, moet ik hem... Hè? Gaat ze die plank bewegen? Waar loopt Ellie nou? Oh, Ellie is hier. Nou, weet je wat, Ellie? Je doet je best maar. Ik zwem even lekker. Hey, doei Ellie. Wait here. Let's see where this goes. Oké, eens kijken waar dit heen leidt. Oké, we gaan even kijken, jongens. Wij gaan even zwemmen. I don't care. Kan ik ook onder water? Kijk eens aan. Yeah, daar gaat... Oh, er zwemt een André. Oh nee, dat is een vis. Ik dacht, er zwemt een Andreetje of zo. I don't know. Oh, er ligt wat op de grond. Oh my damn, die hadden we echt even nodig. Dat zijn van die eigenschap dingetjes. Oh nee. Oh my damn. Hoorden jullie dat, jongens? Hoorde jij dat? Oh. Oké, kijk, dit hebben we even nodig. Hier waren we net even onderdoor gezonden. Dus ja, dat is niet zo nice. Maar nu kunnen we Ellie weer laten oversteken. We zijn net een veerpont of zo. We zijn net een boot. We moeten Ellie laten bewegen om verder te gaan. Leuk hoor. Wij lekker zwemmen en alles. Ik vind het best wel raar. Of klinkt het een beetje stom? Zo'n vuurwapen, dat kan onder water. En dan werkt het nog steeds. Get on. We're coming to the hotel. Ellie, stap op. Verdomme. Ellie, kom op. Je bent toch niet bang voor water, joh? Kijk, there we go. Kom maar. 1, 2 en je zakt door. Oh my god, en dan kan je niet zwemmen. Oh, wat spannend. Oké, okay, waar moeten we heen? Rustig. Ja, oké. Okay. Ik wil graag dat je gaat zwemmen, oké. Okay. Zo, en moesten we aan deze kant, hè? Yes. Nou, springen. Goed zo, meid. That's how we do it. No, no, no. Jeetje, wat heb ik dan? Dat heb ik niet gezegd. Oh, kijk eens wat wij doen, jongens. Dat wil ik ook doen. Ik wil hier ook op staan. Nou, dat mag niet. Jeetje, wat jammer nou. Ik wil er ook even lekker op staan. Maar dat mag gewoon niet. Nou, dat vind ik niet kunnen, hoor. Dat vind ik niet kunnen, nee. Oké. Okay. 1, 2, zo. Now you just need to find a way up. Oh ja, ik mag het weer lekker uitzoeken. Dank je, Ellie. Je bent echt weer heel goed bezig. Ik denk dat we hier naar binnen moeten. I guess. Kijk. Hier kunnen we ook even kijken. Kijk, dit is gewoon een trap. Well, that's lovely. Oh, wacht. En dan kunnen we hier ook nog naar boven. Yes, oké. Okay. Jongens. Ellie, zullen we het even over jou hebben? Over jouw vieze zweetplekken? Hè? Grapje. Oh, wat doe Ja, Starbucks. Alles. All the time. All the time. Just coffee. Coffee. Hmm. Ik vind het helemaal mooi hoor. Hartstikke leuk, Ellie. Maar waar gaan we heen? Of moesten we hier niet heen? Is dit alleen een manier om eventjes te gaan... om mij gewoon even hierboven te zetten? Dat vind ik ook helemaal mooi hoor. Ik denk het wel trouwens. Ja. Ja, we moeten hierheen. Oké. Okay. 3, 2, 1. Als ik er nu inval... Dan sla ik me keihard. Oké, okay, het is niet gebeurd. Ellie, lopen. Do you think those hunters are gone? Ja. About to find out. Nou, ik hoop dat ze weg zijn. Anders nemen we anderen mee, dan komt alles goed. Yes. Trouwens, ik wil het even zeggen. Er is op Facebook is er een André fanclub gemaakt. Voor André de Baksteen. Ik zag het laatst op Twitter. @HelloMroy is mijn Twitter als je me wil volgen. Maar oh my god. Antoine de Vries. Je bent baas dat je dat hebt gedaan. Oh It's clear, Ellie. Come on down. You ever stayed at a place like this? Before it all went to shit, I mean. No. Ja, ziet er wel nice uit hoor. Voordat alles gebeurde, ja. No, this is too rich for my blood. Iets te hoog. But it was nice. Iets te veel geld. Het ziet er heel, heel groot uit. Heel open. Gezellig hoor. Nice. Oh jongens, dat is het rek van Zack en Cody. Kennen jullie dat? Is dat nog op Nickelodeon? I don't know. Maar dan hadden ze zo'n rek en dan gingen ze altijd mee slingeren. Zeg maar even in de comments als je weet waar ik het over heb. Let's see what we can find.
Eens kijken wat we kunnen vinden. Oké, nou, daar moeten we dus heen. Maar op een manier, I don't know. We gaan even kijken. Kunnen we een verbanddoos vandaag maken? Ja hoor. Eindelijk kunnen we een verbanddoos maken. Holy fuck. We kunnen zelfs 2 doen. Kunnen we ook 3? Nou, 3 niet. Maar wat betekent wel dat we dit kunnen dragen? Nee, dat kunnen we niet. Jammer dan. Wacht, wat kunnen we nog meer doen? Een steekwapen. Ja, upgrade maar lekker. Doe maar hoor. We hebben toch wat nodig. Oh, wacht. We kunnen hem nog een keer upgraden. Dat is nice voor de... Oh my god, we kunnen hem 3 keer upgraden. Oké, dat is nice. Wat wilde ik zeggen? Dat is goed voor de klikkers. Als we die, de Lodewijkjes, als we die tegenkomen hoor. Lodewijk, 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 Lodewijk. Kan ik hier onderdoor? Nee? Nou, bedankt voor game. Moet ik helemaal weer omlopen. Jeetje, jeetje, Jantje, mijn krantje. Vol. Je bent zelf vol, game. Volle yoghurt, zeg ik dan. Oké, kom jongens. En ik wil je finest suite, please. Why yes, you can take my luggage upstairs. Student of dat ze hier komt bij het hotel. Wat leuk. Wat een geweldig kind. Geweldig karakter. Damn son. Oké. Maar de jagers waren dus weg. Hoop ik. Ik denk dat we ze straks misschien tegenkomen of zo. Hier liggen ook nog andere dingetjes. En we kunnen iets hier doen. Oké, wilde je dat echt zeggen? Was dat zo boeiend? Nou, gekke jongen. Wat doe je toch weer gek? Ik weet niet. Hoe kunnen we daar boven komen? That's the question of the day. Kan ik haar niet even een push geven of zo? Zo van... Ellie, doe even. Geef die bal eens een poef. Want kijk, hier kunnen we ook niet makkelijk overheen. Ja, wat ik zou doen in deze situatie, zou ik gewoon eventjes gewoon even overheen gaan hoor. Maar ja. Wat? Waar staat een ladder? Oh, dat vind ik zo fijn. Waar is een ladder? Oh, we moeten even, denk ik, omlopen. Dat vind ik zo fijn dat... Oh, kijk eens aan. Dat die mensen ook gewoon meehelpen in de game. Dat vind ik zoveel fijner. Want je hebt heel veel spelletjes. Dan ook bijvoorbeeld met het killen van mensen en zo, hè. Net zoals met Tess doen. Die vermoorden ook steeds mensen gewoon. Die doen gewoon mee in het spel. En dat vind ik zoveel beter. Want, en zoveel realistischer. Want heel vaak heb je spellen. En dan moet je het allemaal zelf maar gaan doen. En hun schieten maar in het rond. En hun gaan maar niet dood, weet je wel. Dus bijvoorbeeld die mede poppetjes waar je mee loopt. Karakters. Kom voorzichtig naar boven. Goed zo. Brave meid. Je krijgt een sticker. Ja, maar mijn liefst wel... Hé. Mijn liefst wel een paardensticker, oké? Die zijn wel veel cooler. Dat je het even weet, hè? Dus als je ooit... De mogelijkheid krijgt om een paardensticker te nemen... Moet je een paardensticker nemen. Ja, echt hoor. Als je dat niet doet... Oh. Oké, ik heb een gevoel dat ze hier komen, jongens. Yes. Dat dacht ik al. André. Ik ga niet gooien. Dat is denk ik niet zo slim. Ze zijn in dit stuk gebouw. Even kijken hoor. Geen klikker in weken? Oh, maar damn. Ik mag ze wel. Ja, dat doet pijn, hè? Oh. Moest dit nou? Ik weet niet waarom dit moest. Maar ik heb het gedaan. Oh, die was zo mis, hè? Die was zo mis. Oké, we doen hem even zo. Dan komen ze. En dan bam. Dat is mijn strategie, jongens. Uh-oh. He's behind me. Well, frick. Hier, there we go. Ik sla je met André. André, jij bent de baas. Ik had ammo laten liggen. Shit. Oh, oh, schrok me de freaking dood. Zo, even afmaken met zo'n mooie knal. Lekker hoor. Ja, lekker. Kom maar hier. Nee. Hé, hey, gast, gast, gast. Ik ga je zo hard slaan nu. Oh my damn. Ik ga je zo hard slaan nu. Zo hard. Helemaal spuug, spuug, spuug zat. Maar jongens. Dit was de aflevering voor deze keer. Want, ja, dit was hem alweer. Want het is weer een lange tijd nu. En het is weer aangebroken dat dit het deel van de video was. Want anders gaat de serie veel te snel. En dan is hij veel sneller voorbij. Dus ik wil het gewoon een beetje wat kort houden. Ook al is deze video misschien wel langer dan 20 minuten. Dat boeit me niet. Cadeautje voor mij. Jongens, bedankt voor het kijken voor deze video. Als je het leuk vond, vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. Dan kan ik zien dat jij het leuk vond. En proberen...
Jongens, laten we proberen om meer likes te halen dan de vorige video die de meeste likes had gehaald. En dat was 300. Jullie kunnen het. Laat me zien. Laat me zien dat hashtag TeamATG meer likes kan halen dan de 300. Ik geloof erin. Het boeit me niet, die likes, maar ik vind het leuk om te zien dat jullie dat kunnen. Dus jongens, dank voor het kijken voor deze video. Als je het leuk vond, dan je doet het maar lekker en laat een lekkere reactie achter. Jongens, bedankt voor het kijken en bye bye.